Ik ben vraagt. Het is niet begonnen. Goedemiddag, beste luisteraars, beste volgers op Facebook ook. Ik heet u allen van harte welkom bij deze Majausu van 14 mei 2022. Mijn naam is Hans Bartel, ik ben fiscari van het Tabasirama Windinstituut Kunye Akata en vandaag hebben we een hele bijzondere uitzending met het thema hoe ga je om met je medemens volgens de Windi-religie. Nalibi Kumi, Faigei, Nolibi Nangami, Faigei. En ik heb het waarschijnlijk niet helemaal perfect uitgesproken, maar we gaan het zometeen wel perfect herhalen. Want daar hebben we de mens voor in de studio. Ik zal ze heel kort even noemen, de mensen die nu aanwezig zijn, en dan mogen ze zichzelf introduceren. Ik begin bij onze flying Dr. Bassi Morales. Dan ga ik naar Bassi Nicole, onze lezeres van de Gezicht Somali, jongvrouw Somara is aanwezig. En ook Niva. Zo ken ik je. Nini. Dat je naam iets langer is. Goed, dan vraag ik jullie om te groeten. En wil ik beginnen bij Bassi Morales. Ja, Grandani, meneer Fiscari, Norobaka, Obla Obla, Oblawo, Bari Barodi. De barobla na inuang krobi di angkra na romplasi ano sanang romplasi wang romplasi himundu des da we barong di udorobaka o komputro kimajausu and we bar dembrada na sisa fli na akata kondre de wan de uroko de wan de trawan de ape de feni de yepi alas mabea me barong le speci odi. Maar zo schreef je toe voor we gomoro fara, we vijekaren, kutak we erkende notabele van kondre. Precies. Dat want dat ki de regeringsleiders, maar zo schreef je alle den den graman, in de sabdene, maar niet in de sasoans, maar sa sabdene. Ik van Basi loba wansa, usabane, vind dat na bonefelante. Wie loopt aan dat je dat met me zou weten? Leslie Valentijn. Maar alle de graman voor alle de pressie, en zo schreef je de Indie Captain. Allemaal we Bari, zo schreef je de 12 Ulo, graman ik die in André. En weet je, Fossi. Ja, dan gaan we naar Bassi Nico. Goedemiddag alle volgers via Radio SRS, alle kijkers of via Facebook. Ik ben Bassi Nicole Hooplat en ik heet u van harte welkom in ons programma Majausu. Ik groet ook al mijn collega's, de Akata Kondre, die heel druk aan het werk zijn. Ik groet zoals altijd ook alle mensen die de hulp ontvangen van de Bassi, die hard druk, die druk aan het werk zijn. Allemaal in naam van Anana Kedewaman Kejampong. En ik wens u veel luisterplezier. Ik heb wel een mededeling. Wacht even kijken. Een kijkplezier natuurlijk. Ik heb een mededeling. Gaat, zoals u merkt, u hoort hem ook niet. Tabasirano Maknak is over de wateren. Hij is richting de Franse Bovenwindse eilanden. Dus hij is vandaag niet in de studio. Ik ga hem wel horen. Door het bestuur van Akata van Kunye Akata Instituut en de Geestelijke Raad is bepaald dat zijn vertrek niet aan de hele wereld prijsgegeven zou worden in verband met zijn privé en zijn veiligheid. En onze verontschuldigingen daarvoor, maar ja, we hebben het is des instituuts bepaald.
Hij is voor zakelijke redenen vertrokken. Voor werkbezoek, om duidelijk te zijn. Zwaar werk is hij aan het zware operatie en op verschillende locaties. Maar we verwachten hem wel dit weekend terug, op ieder geval op zijn laatste maandag. Dus je ziet hem sowieso, ja, of je ziet hem in de bom deze zondag, of sowieso Goran Djokotactori dinsdag. En dan doet hij dat dan ook. Verder, veel plezier. Ja. Dank u wel. Zo, dan verander ik de camera weer. En... Want we zijn niet alleen. Nee, dan wil ik naar mevrouw Niva gaan, voordat we gaan horen wat jonkvrouw Somara uit het gezicht Somali. Omipi, ala lespeki alikeman, me balodi, gotena ala delibaide, lespeki gaman, kaliten basia midiodi, atapu, omipi, mi sefdati. En tu kotide an wa underwear, na libi komi, kofai yei. Atake taki gof my poofi. Fini, ay, aso. Yes, dankjewel. En dan gaan we naar Somara. Ja, goedemiddag kijkers en luisteraars. Mijn naam is Somara Stugard. Zoals altijd, nee, ik groet ieder. En zoals altijd lees ik weer een inleiding aan u voor. En dat zal ik nu aan u voorlezen. Het leven of bestaan van de mens is zich voortdurend inlaten, zich onophoudelijk bemoeien en zich op allerlei wijze bezighouden met dingen rondom hen. Hoe we omgaan met onze medemens bepaalt het gevoel van de onderlinge relatie. Deze kan emotioneel, sociaal voelen of rationeel professioneel zijn. Ook al is er een ethisch verschil tussen beide relatievormen, toch zouden beide altijd even menslievend moeten aanvoelen. Er zijn 5 connectiepunten van een menslievende omgang. Vriendelijkheid, beleefdheid, nederigheid, meedogendheid en verdraagzaamheid. Vriendelijkheid is de factor die er eigenlijk altijd zou moeten zijn in onze omgang met anderen. Deze factor zou het minste inspanning mogen kosten, omdat vriendelijkheid eigenlijk van nature in ons zit. Beleefdheid is de factor die voor een groot stuk wordt aangeleerd tijdens onze opvoeding en later ook wordt gestimuleerd door de aard van de omgeving waarin we worden opgeleid. Nederigheid is wat ervoor zorgt dat trots niet wordt aangevoeld als opschepperig en dat winst of succes niet worden aangevoeld als bedreigend en denigrerend. Het siert een mens dat hij zich niet laat verleiden tot grootspraak. Behoudendheid en ingetogenheid dwingt respect af en zorgt er ook voor dat je naar menselijke waarde hoog zal worden ingeschat. Nederigheid is het mooiste en het zuiverste kleed waarin de mens zich kan wikkelen. Meedogendheid is de factor die empathie voelt voor het welbevinden van onze medemens. Het is een subtiel aanvoelen van hoeveel medeleven een mens nodig heeft, zonder opdringerig of bemoeierig en verleerd over te komen. Het is hulp bieden vanuit een gevoel van rechtvaardigheid voor de situatie, zonder een schuldgevoel te geven en je eigen waardigheid opzij te zetten. Verdraagzaamheid is de factor die zorgt voor het ontzien van je medemens. Dit is voor velen de moeilijkste factor om in te vullen. Verdraagzaamheid is ook vooral met het inzicht dat niemand onfeilbaar is, het besef dat iedereen fouten maakt en het hanteren van het principe eerst geven voor onze eigen deur. Deze gedachten moeten we altijd voor ogen proberen te houden, alvorens iemand te veroordelen. Binnen de Winti-religie is meestal diepgaand uitleg gegeven over wat Winti met al haar facetten inhoudt en hoe de mens volgens de regels van Saisi en Anna moet leven en met elkaar zou moeten omgaan. Met de menselijke reden die Anna ontsprong, worden zijn wetten geïnterpreteerd en zo goed als mogelijk uitgelegd en toegepast. Het is Anana's wil dat al wat hij gesteld heeft door de mens in zijn Anuma's nageleerd wordt. En dan is het thema van vandaag, hoe ga je om met de medemens volgens de Winti-religie? En de aanwezigen zullen dan hier dieper op ingaan. Heel
heel, heel mooi. Tabassi zou zeggen, daar is alles al mee gezegd. We gaan toch verder met het programma. Heel mooi, dank u wel. Ik wilde ook, naar aanleiding van een aantal reacties die ik deze week heb opgevangen, wilde ik een stukje eraan toevoegen, ook een klein stukje uit de Christelijke Somani. En dat heeft ermee te maken, we hebben de afgelopen zondag hebben we de bom gehad met de pater. En, niet u hè, meneer Pater? Maar, nee, niet deze meneer Paters, maar de pater. De Rooms-Katholieke pater. En ja, hij heeft hele wijze woorden gesproken. En dan zijn er toch mensen die zich afvragen van, wat doet een pater nou bij de wintigelovigen? Of andersom. Dus de reacties die kwamen van wintigelovigen. Er zijn toch wintigelovigen die daar moeite mee hebben. Ja. En voor die luisteraars wil ik even een klein stukje voorlezen. Het is heel kort, maar daarom luisteren ze misschien des te meer. Saisi Anana vergist zich nooit. Zijn doel was en is dat deze groep zijn wetten zou voortzetten in een vernieuwde leer. En het in deze nieuwe wereld zou verankeren. In de nieuwe geestelijke leer, Winti, heeft Anana op zijn geëigende manier ervoor gezorgd dat er op dit stukje land, onder de Surinaamse geestelijke macht, een samensmelting zou plaatsvinden van alle vormen van aanbidding die puur en oprecht zijn naar hem toe. Deze nieuwe leer propageert geen geweld en hoogmoed, maar wel tolerantie, vrede en dialoog. Nou, daar wil ik het bij laten, maar dit is een stukje dat toch aansluit bij uw introductie. We hebben het niet van tevoren afgestemd op elkaar, maar past precies, denk ik. Ja. En zo zijn er heel veel kleine puzzelstukjes die in die grote puzzel gaan. En wil ik verder gaan met het programma. Dan wil ik Bassie Nicole vragen om het thema te openen. Bassie Nicole. Nou, het thema, oh sorry, juist. Ik vind dat het thema al geopend is door Somara. Ja. Ja. Maar ik kan er verder over praten. Hoe ga je om met je medemens volgens de Winti-religie? Nou, ik ben een Winti-gelovige, sowieso. Mm-hmm. Ik leef, dat is mijn levensstijl. En dat is mijn werk. Ja, daar vind ik mijn werk ook in. Binnen dit gedeelte, en vooral binnen de Winti, hoe ga je om met je medemens? Zijn er, als doeman, de vrouw, zijn er bepaalde regels hoe je met je medemens omgaat, maar ook met de mensen die komen? Want eigenlijk, die regels zijn des werelds bepaald, om het zo te zeggen. Want alles wat je zegt, kan gevolgen hebben, kan effecten hebben. Dus als ik bijvoorbeeld tijdens een loopoe, en dan komen dan mensen naar me toe, dan kan ik niet alles zeggen wat ik zie. Ik moet goed nadenken wat voor gevolg mijn woorden zullen hebben, wat voor effect ze hebben op de mensen. Ja. Dus ik mag niet alles zeggen. Als voorbeeld, stel er komt een koppel naar me toe of gewoon een vrouw alleen en ik zie gewoon heel duidelijk dat een man een buitenechtelijke relatie heeft, dat de vrouw heeft, dat kan ik dat niet zomaar zeggen. Want een van de regels binnen Winti is, wat je niet hebt gemaakt, mag je ook niet afbreken. Wat je niet samen hebt gebracht, mag je niet zomaar afbreken. Dus dan moet je daar tactisch mee omgaan, zodat dat geen vervelende gevolgen hebben en dat niet de relatie plots in conflict, want ik heb het niet gemaakt. Ja toch? Ik moet goed opletten wat ik zeg. Dat is een manier van omgaan met mijn medemensen, met de mensen die komen voor een loekoe. Maar niet alleen dat, er zijn ook nog andere zaken. Als je weet dat er bijvoorbeeld bepaalde ruzies zijn, of iemand komt en die wil specifiek is op zoek naar een bepaalde Winti en die wil... Ja, er is een soort strubbeling over wat heel veel mensen hebben over beren Winti. Dan ga je niet zeggen, ja, het is daar. Zo werkt het niet. Dan ga je bepaalde problemen opwekken. En dan even tussendoor, Basie Mitchell is binnengelopen, zoals u als de kijkers zo konden zien. Ja. Moet even een plek zoeken, even hier aan de overkant. Ja. Ja. Je moet even trekken. Knopje in de rekening, ja. Ja. Ja, ik kan zo doorgaan, maar als Basie Morales iets tussendoor te zeggen heeft, ja. Jij kan gewoon de microfoon pakken. Ja. Of echt die, want ja, dat is goed. Ja. Ja. Ga je de camera mee? Ja. Hi. Ja, hoor je de Basie Nicole Takemba. Eigenlijk niet, want ik kwam stap go baka, ganga baka. Dus het onderwerp taki, faye go winti religie, maar eigenlijk. Eigenlijk als standaard nodig, dus Basie Nicole Takemba. Dus
in a windy religie van je om naar libisma apoti en apotso manoso want van je om naar libisma dat na je zijn ik van en a bifu dus maar wel lek van basi nicole taki efu om basi se efu om asma de uroko ja bi extra sanisa ja bifu rekenen nang van je om naar de sma die je takent die ten dienste bent op het moment dat dat wel maar ja lek voor taken zo taki zijn al op iets refi in op wat hij maakt zaken en maar die lukt die de dating alibi trauma fasie en als abi if de jongere of die de if I want sani maar je lukt dat vaak aan de fossie dan vaak aan de no fas maar ego om naar de refi dat dan wat was. Een voorbeeld eigenlijk, een beetje voorbeeld van bedenk van het programma die zien. Een beetje voorbeeld. Ik heb zo een to eigen aardigheden, dat kan zo. Ik heb mijn fascie, dat kan zo. Mijn tante is zo eenmaal maar, toch? Dus ik dat ik een massa ben of zo, of zo, of je gaat bezoeken als maar je gaat. Gaan city also dat de doji want chiz van drie of van jaar van sani, sabi toch? Dat kan de op den kasi de was den preti de sani dat de ka preti of a grasi dat op den dat op den janji of a drie. Mino lo basanda, mino doe. Mots of motegi was een if of spuren if of jimmy, sabi dat mots sani of. Te omdat dat na mi lo ben zo, mino lo basanda, mi lo ben mi was mi sani of mi si wie is fa wasi. Wie zag bawasi? Vaak de goeie wakasi ak mopo, mi moes fuspuren baka. So, dan noem ik onapisi dat zijn al op vies refi no potai matzaka. Ano fu diyu of luku fa basi mecho kono, da kan ne basi mecho na tumsi troba na asandati, ama op een teken preti normal fu wakasi da onyang. Ma fu di akona mi, da moje wan nyang of wandrini, ano fu di na eng dat ene pasentu. Dat moet ik apreti gewoon zo, dat moet potentieel. No, mijn was een moest spuren, lek van mijn spuren die me. Ja. Dus, nou een tien voorbeeld, maar als je kijkt in naar Libi, nou een tien voorbeeld van die attack voer. Dus ja, mijn was even van transma gewoon, gewoon PC voer, voegen bij factor dat. Ja. Ja, ik wil voordat we daar iets aan toevoegen, wil ik wel dat die mensen vragen om netjes te groeten. Want dat is het eerste wat we altijd doen als wintig gelovigen. Om onze helemaal te weten. Zelfs als we laat komen, dan komen we goed. Bravio, 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 tandena, hini wa don bama ingete. Hini wa bro, wa hini wa bro, hini wa bro tando. Hini wa kwa joa bro, ki. So, alasma me barwa le speki odi, fano it maja usu. Kompilati. Maar ja, hoe van de vat, dat goed zo door. Als ik gelijk met de huis mag vallen, dan een gevaarlijk mooi team, maar ja toch, dus Karians. Dan een gevaarlijk mooi team, hoe ga je om met de medemens volgens de windreligie? Zo, so, hoe je draait of keert, windie naar windie, maar libisma naar libisma. Dan een kari naar piki in een libi. Ja toch, dan ga je ook om naar wang, dan ook om naar je auto. Ja, te je naar Dumang, ben je slechts een dienaar van de mens. Dat no one takt dat je naar asma en figi futu. Ja toch, of dat asma of kom voor commandeer, fa aroko muskoti of wat dan ook. Nee, me leer dat die windi, te je roko die asma, als een nou een samenwerking van mens en gees. Ja, en dan, na lek fa basi moutaki. Ja, oké. Na lek fa basi moutaki. Efu fa basi moude jaso, alasma abe fini na emfasi. Ja, soms ma asma ne spam, asma iteka preti hoon, asma nyam. Om dat werk voor de persoon. Ma basi mou, an andere kan. Loop te iteka preti, ma waseng, da pos amam pot amam. En da so serefi ook to, amou termi na afas dat die winsuma ne winsna wang, gewoon maar zijn moeten naar straat die kon gewoon in ofzo naar zo oud doen ging omdat naar zo in winti yes ja in winti eigenlijk kort gezegd is a way of living ja je moet beleefd blijven met mensen alles maar een verschil
Ja toch, je hebt soms maar des makrakeri, soms maar agerlijk des man. Wat begrijp eigenlijk sa aluku etaki of des man? Want tegen eigenlijk sa aluku moest sorry. Maar dan toch te alle tijden, je moest verdragen op je study. Je moest maar voor des man op je juiste pad. Ja, soms begrijp ik nu. Milo fight, milo sorry, ara mi jumpa ini ma, milo fight taki fight kanga wa wortu sa ino bedore te ma, yung prostituer ta kanga wa wortu ma, ne moro balang reksan ina yersan ya fedrak sa. Precis, toleransi fedrak sa. Ja, ja, ja. Milo wapis dati. Mada wa, want ras ma fta kwe dete. Ja. Ja. Ide kapiten do. Ide kapiten do. Baro bla, baro bla, baro bla ma kita. Baro bla e. Oké. Okay. Niva wilde iets zeggen. Oké, mi ogenaar is ervoor. Nalibi kom ik op je. Mika, Pauline, hati monso. Samakataki wansani mansani no deso. Verder nek de taki, denk jij ze even na sabikoto. No opone taki wansani dino de tu. Wansama kopki wansani, regeru kofosi taki en baka. Watutu kutu ne kalala de tusama ne ne takanga de etu ne gina wasama lepi ofi gi lepi ne jata wa makti na ta wanta ku ta tri wanta ki edi ko ne me ya ka moi da se da wanta ki ne man krei ge hat ko ne me da sta da is na moro pa ila precis. Maar ik ben hier nog eens aan die weg voor je met haar. Was die met haar? Ja, papa. Voor behandeling. Ja. Voor waspassen en de winkel en zo. Ik ben nog wel alle dingen die ik dan bijna je ziet dat. Het is maar zijn kwaad, je schrijft wel een moment van Guama, doe maar nog zo. Zo kom maar bij dat is niet te veel voor de verlossing, maar om te vertolken. Want de smaak is lekker naar dingen door. Dus voor een mooie wanna taki, je moest de wasma ook te zijn in de stress bestaan. Ja, helemaal. Dus je moest maar go om naar alle gevallen winst zijn. Ja, pressure. Pressure over altijd over de. Sma ook want ik moest doen. Wallo soort zijn niet. Ik wil dat en ik heb het dat. Dus ik heb het zo gezien ergens anders. Dus zo moet het gebeuren. Alles maar dat je weet. Sowieso. Dus nou, je moet zeggen hoe ga ik om met zo iemand. Vango, potas maar eigenlijk dat ik. Mevrouw, is jij zo maar zo adem eigenlijk. Dus nou, je eigenlijk nu moest maar overtuigen naar dat ik. Na zo als een ego. Ja. Hoe simpel. Na zo adem ik. Nou, we kunnen het misschien ook een beetje draaien, want we hebben een beetje gezegd van hoe gaat de doeman of doevrouw om met zo iemand. Maar hoe gaat een persoon om als je naar een doeman gaat, hoe behandel je, want het is ook je medemens, maar de persoon heeft ook een andere positie op dat moment. Het is dan de persoon voor je gaat kijken. Ja toch? Dus dat stukje moeten mensen ook rekening mee houden. Het respect moet blijven en... Ja, je kunt niet gewoon je zin opleggen. Net zoals je dat niet bij iemand anders kan doen, kan je dat ook niet bij je doen. Je gaat bij je dokter ga je dat ook niet doen. Je gaat je dokter niet zeggen, dokter, ik heb gewoon spierpijn. Het is niets anders. Schrijf dat voor, terwijl je gewoon een of andere access daar hebt of zo. Ja, maar je snijdt wel een punt aan. Vroeger hadden mensen veel meer eerbied en ontzag voor een dokter. En ik denk ook voor een doeman. Tegenwoordig denken heel veel mensen dat ze zelf al heel veel weten. Door het internet en ja. Mensen vinden zichzelf toch al gauw wijzer dan ze zijn. Je gaat wel naar die specialist, maar je denkt dat je eigenlijk jezelf al kan helpen. Ja, als het ware. Herkennen jullie dat? Niet helemaal. Wanneer je gaat praten over de arts zelf, weet maar dat raar dan. Precies. Die men echt het gevoel van, wie nou voor universiteit is, de dokter weet wat waarmee je bezig is. Wanneer het gaat om onze cultuurdingen. Onze doeman en zo. Dat heeft men vaak het gevoel van bij je oma, ja, weet ik, ken ik het zo. Bij die heb ik het zo geleerd. Ja. En zo ken ik het. Dus men heeft soms het gevoel van. Is dat eigenlijk ongeveer. Dus we zoeken nu eigenlijk, is het waar? Dus heb je dat abbevestigd geleerd van Basimotaki. Dan heb je vaak genoeg dat we kunnen maar clinch. Maar ze vergeten altijd weer die ene stap. Wie je ziek was, ben je naar de arts gaan om te vragen naar een medicijn.
je hebt nooit gezegd dat je werkt niet bij me. Soms kan je zeggen van arts, van dokter, je hebt me vaak dit voorgeschreven, maar het blijkt me niet te helpen, dat ik iets anders. Maar bij de Doeman, wat heb je daar nou uit te leggen? Het is eigenlijk een diagnose. Het is een diagnose. In de microfoon. Ja, toch? Ja. In de microfoon, ja. Ja, dat is eigenlijk een diagnose. En dan willen ze je zeggen wat ze hebben. Zo simpel. Ja. Oh, kan Niva even inkomen? Ja. Moet gewoon inkomen. Wat ik zie heb, ik vind zo zo met de kof kota loko, dan heb ik ongeveer van probleem wat ik maak. Taki pinaai dusani. Is dat keer dat ik zo, dit is een probleem, dit is een probleem. Maar ik heb geduld van wat ik doe. Als ik nou de 1, 2, 3 nakken heb, dan is dat niet gewoon dat ding. Het is ook niet ineens ontstaan, hè? Dus waar was het die kolom stellen van? Waar was mijn ogen moest gaan om? Naar het doen, maar dus. Ik moet je ook als het ware, voorzichtig moet je ook. Hij heeft begrepen, begrepen, smaak ik dat je ook wel wakker. Yo kan dit je wat radius in begin dat je apres pe yo go met dem bakhle yo chago et na tape yo de werkelijk if in om de tape na mission na wa leak na de eerste stap was hij begin te van af oso voor tak na yo skin yo big is my if na bi jo mo op suma yo tek me yo tek yo waka a eerste wan sa yo abi alfas bribi fu pe yo go tak yo fed aye bi sa yo suku if you up that dat je hebt respect in je anu vooral, dat moest de altijd. Omdat die Theodoro onder elkaar moet bij je zoeken, je pikba. Zo zo alvast van je doro, met de pet in het hand, met de hoed in het hand, kom in het ganse land. Dan heb je alvast de helft van je problemen opgelost. Voor alvast van je tjaius recht waka in akondere. En respect je bigge waka. Land die tape, en je wande. De geestelijke dekkingsref en bigge je pio, voor alvast van je tjaius recht. Dan je go kot je luku. Yo yere yo sani wan if you no sab next size do nga yo da ino bogo aksi taki safe sana yo di yo kisi fi yere safe sana nga yo at da yo wan ibe gi use ki fu char yo go ki kafe na for losen dati dan yo mang dati wer lichter ki asma zere bisa mu zoro ko gi da so alfa she bi ge kisi yo blesi taki ye bribi yo ap respecti na akodo na wan demoro mina sabi balang rek sans sem abi wan dio go da pe ka yere tak imu tinda ka yit ni isa da mister ko pala tinda ka yit blai fa so ai guess wa wa he mi san gi so osma wan dek mute ka wer ka damya aspra ko me moni mai fi da na sikik ba wa ka ya anders no apre sino wan ma that every di da che me ka tak i ko sna wa sa atinde i futa ondra kampu da te bi ma tinde i bude go da atozo da le fin for love na alasan direct in fn for love kisa for love wan ye bribi taki ye kan nerkes anders da tra poten so gigba precis na da ko love me wele na atest me skin kan de omba den du mane gi atest kan ya sane mu le de atest dat bi get kis warda da mi den taki e ko waso en ya ta atest san de dat na te san erken lek fa uwan i feitelem dan moet het ook mogelijk kunnen zijn dat je ergens was geweest voor je genezing en hier zo het resultaat. Maar het is zo staan dat die, want meestal is dat het geval. Elke hoor je boy, met mijn oma vindt vrij boy, omdat als aan voor ons leven, de toomsie in place. Maar even maar dat als mij gewoon aan een span was geweest van een klein briefje waarop staat geschreven, 6 dagen of een half, 2 weken zwaar. Dus al die wanneer moest horen rekenen doen, want de mensen wil bij van maar zo lief zijn van ja, ik vind dat heel vreemd, want kijk, zo'n doktersopleiding, zeg ik, is maar 5 jaar. Iedereen kan daar neutraal naartoe. 7 jaar. Ja. 7 jaar, 5 jaar, 7 jaar, laat het 15 jaar zijn. Maar die religieuze opleiding, die is honderden jaren. Ja, ik bedoel, het loopt door. Er is non-stop een lecteur in Amangba. Ja, ik vind niet, we moeten het ook niet vergelijken, maar het wordt wel onderschat. Dat is wat ik merk van de winterreligie en de cultuur. Het is, ik zie niet zeg maar een arts elke week een Madjousu programma vullen met zijn kennis. Dat zie ik niet zoveel. Dat zijn er wel, die komen aardig ver. Ja. Maar mensen onderschatten vaak de culturele kant. En ja, ik denk dat dat niet vaak genoeg gezegd mag worden. En ik weet ook, kijk, we hebben ook met de vorige en ook met de huidige minister van Volksgezondheid hebben we goede gesprekken gehad over de status van de religie en ook van de geneeswijze, de traditionele geneeswijze. En de erkenning is er enigszins, maar het is nog ver van waar het moet zijn. Heel ver. Ja,
Mensen zien resultaten ook van de kruiden die worden gebruikt en de hele behandelingen die er plaatsvinden. Maar het is heel vaak wordt het ook naar het westers model toegetrokken en dan stopt het daar. Ja. En ik vind dat dat ook niet moet gebeuren. Wat vinden jullie daarvan? Moet het in een moderner jasje gegoten kunnen worden of waarbij standaarden en zoals die in de westerse medische wereld worden gehanteerd, is dat, dan gaan we een beetje af van het onderwerp. Dat, ja, dus daar wilde ik dus net naar permissie, precies. Meneer Fiscari, ja. Permissie. Nou, een goede actie, nou, een goede zin voor je karen, voor neem mee, voor denken, over pijns. Maar voor die van dat onderwerp, dus dat toch een van de inleiding die zo mooi. En de kapitein schrijft dat ik zo net. Een onderwerp dat hoe ga je om met je medemens? Dus van je gaat naar je medemens in de winterreligie. Ja. Ik vond dat ik zo net. Mijn schaar zijn zo. Een pot zo, een mooi onderwerp, een boom, maar mijn schaar in de winterreligie. Van je gaat om naar een libisme, naar gewoon over het algemeen. Gewoon wie soort religie naast hem. Maar, ik vond zo net weer. In een winterreligie, ik heb die fasie, heb die sani, vooral tegen mijn basie, tegen mijn kampo, tegen wat doe je van oude, dat je moet sabi kia. Je moet sabi faye chari srefi, je moet sabi faye go om, je moet sabi faye sani. En dat nade san die ede kapten taki. If you look, dat de erkenning no de, wie is de erkenning bo de? Na in bors voor de libismaf die sitting, dat na san, dat look. Want, ook op sommige wetten regelgeving, weet je, attest aan de wanda dit. Maar die de dating look koko dat in eerlijk. Koko, kota basi met je. Voor de 10 sma de okon, koto aan luka je. Ja. Midden zeker voor de 10 zeker. Want feefi, jouw man dat je de konf kon proberen. Luku, if je oshi sa den sabi ban. Kan de in de vijf dat hij abi drie zijn saptak de siki dat ra siki maar is abi dat de netakken de chibi chibi de kontop en dat de wonder ki de toven naar de wonder meester zonder of de tegi dat ze hebben kanker of ze hebben dit of ze hebben dat is abi toch als sommi kan go door en waarvan des man nee realiseer des refil ik de kapitein taken zo net ba te gawa ke im gawa ke wan fasi in taka nga ischin fosi aan de sander en te kom im open op ono zo lek fatak 50% fi probleem eigenlijk zit ik ba wan libisma na libisma winta winti a winti sabi alles wetend alwetend fosi kom ba winti sabi ba. Dus dat je weet, je kan je isani, je kan je streek isani aan de wand dat. Als winter schreef ik kan de infen wan lusu, toch? Want zondag, want zondag is mijn vergeten. Tak, luku na luku, maar no alle luku luku, ano alle luku man na asem. Dat is, ik wil even daarop reageren, want ik heb een manier om daarmee om te gaan. Ja, ik ga gewoon zeggen, als iemand naar me toe komt en persoon ligt, dan doe ik alsof ik gewoon ga gewoon mee in die leugen. Oké, het is niet zo, maar goed, dan geef ik je ook die informatie die daarbij hoort. Maar ik ga dan ook niet zeggen van nee meneer, nee, het is zo en zo en zo. Nee, je wil me niet de waarheid zeggen. Nou, dan ga die informatie tot daar. Maar dat naast aan. Dan, maar dat is het ook aan jouzelf. Ja, dat ben je wel gewoon. Ja, maar ik wilde even ingaan, want je zei, Basie Morales, dat moet weer het onderwerp, hoe ga je met de medemens om volgens de winterreligie, dat het niet echt per se aan de winterreligie is, maar gewoon in alle geloven. Maar dat is niet helemaal zo. Want zoals onze Fiscari in het begin las, een stukje, dus de winterreligie die geeft respect en die geeft waardering en et cetera aan alle geloven en alle manieren hoe mensen mee omgaan. Maar niet alle geloven die zeggen dat het oké is om naar andere geloven met respect om te gaan. Die kijken gewoon neer en die wordt ook gewoon gepredikt in de kerk van dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Je hoeft daar niet. Nee, pas niet met je gaat is niet. In. Nee, aan haar geloof. Yes. Naar de libisme. Nee, precies. Okay. Aan haar geloof. De religie, de oké. Okay. De libisme. Ja, de libisme. Dat wie soort religie je hebt bestudeerd. Ja, toch? Wie soort briebe je de na in? Als aan na wederzijds respect. Omdat er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ja? Ik kan doen, zei je wani, alas manna en gado ay begina en fas dat je nu respecteer apis dat die. Omdat nu zo je nu moest de bezig naar een apisie voor gado roko.
Want God no lobby te you ebo oordeel of veroordeel, want trouw je no aba recht. Juist. Ja, dan ligt er bijvoorbeeld zoals, maar voor ons maar even vergeten, dat te you ebo na wan doemang, ligt vaak basis morales na ga ede kapten en waarde takken. Ja, yo abif open up, ik kan dus dat iwani, yo abif taka true. Maar desma e vergeti, ik kan konda is de ook te voelen hoe ze aduma sabi. Tens lot pari ik kan denk aan aduma aba probleem. Na, you don't have your problem. If you want taki itaki, if you don't want taki enough, taki ma aduma, sa amus sabi ou sabi. So simple, sa amus sabi ou sabi, da if by for masas man e begrijp dat die, te igo no win ti kampu, toch, di sabi fa ai hoor, da minuta ik net trouwens op fa ai hoor, in wa mai bose we vinden fasi, toch, maar de one di sa fa ai hoor, dat je actie bijvoorbeeld taki sanchari kom. Denk je even, van je vier if je door een pressie, dan was maar bigger tegen taki. Je missie toch? Ah, je missie. Je nyai trefu, je vier sheng. En na zo ai kona je kra over if as map sa je kra, no gi respecte je kra voor actie je ap chinfen taki, papa of mama sanchari kom. Dan a pis dat in a respecti o gi wederzijds. Ja toch, dat pas ik een kring voor a luku kona a fasi. Dat urus man no ema desma wans don wans so boom, you na Jezus e rechterhand, alasan imus sabi. Wins a ben de so serefi, you no e goso om nanga yu serefi. Los fu a duma ma, you no e goso om nanga yu serefi, dat want dat you no e respecter yu serefi. You want tak so boom ma mus si alasan ni, wans la. Nee, dat werk niet, dat werk gewoon niet. Dus dat kan gesteld worden dat een doeman eigenlijk ook meteen een psycholoog is. Indirect. Indirect vele rollen. Ja, ja. Want ik heb nog niemand gezien die naar de arts is geweest en je hoort van je bent aan de beurt, ik was dom. De vraag komt weer, precies zoals de doeman je vraagt, wat mag ik voor je doen? Wat scheelt er? En je zegt niet gewoon, dokter, ik heb pijn. Dan ga, dan ga je die universele tablet krijgen. Als je iets anders hebt dan gewoon pijn. Allemaal zou je dan een universele tabletje kiezen. Ja, ik heb pijn, is paracetamol, klaar. Maar als er iets anders is dan, ik heb pijn bijvoorbeeld aan mijn lies of ik heb dit of dat, dan heb je een andere voorstructuur. Maar je moet iets zeggen wat je kunnen daar gebruiken. Dus ik denk dat een. Als er nou te veel gevraagd zijn, dan kan je maar je dat vraag. Maar op de antwoord van moet ik niet. Het heb, sorry, is kare met je. Ja, ja. Maar ik ben een van de pieces die ik ben taki. En taki en Mikado. Ja, je hebt zo'n smaak, de dego na duma, pos dengo, toch? Dan de abi wan denki ke bataki ena, zo zo'n tori. Het maakt het geen probleem mee na mensen. Ano want trobi omdat die heden den dagen internet walo informatie de goed en fout ja u mag taken omdat u ekis op bepaalde leri ja dus u mag go omdat die medis ook toe yo lazy ja dat te if vier bepaalde sani kan de disi mo abi go dat dis sor brudu de go de de dat dat luku something mi brudu dat dat marki brudu he werkel of dat sahaja so something now blast on sticking. Je, precies, je kan gelijk hebben. Je hebt gelijk. Maar afas van aroko of pak aan dat in libe over ja dat dat you know op zeggenschap moro. Want dat a praktisch gedeelte na van dat ra. Theorie ik al lees alla presi. Ja toch maar pis dat die peyu moest worden aangepakt dan in ja dat ra. En dat doen maar a pis a tori fa tordis de ina pis fa sang mijn vier streamen, mijn meisje staat sani, ik heb waar ook meisje moro langa sani, en dan solisi, mijn neem ik amoni. Ja, ja. Ik kan analyseren je probleem, boom, ching. Dan eens terug van de tijd, ik kan niks moro. Zei de, ik kies waar, begrepen dat ik zo ak kogo in de rechte. Precies, precies. Nipa. Ja. Mi ogo na besi fo, ken ik anga winti. Bepaalde sama na sabita ki, winti bedek. Fossi keliki. Ja.
Because there's some of the people in Africa, the foreholders who we, they never saw the Kaliki. Gadugi, all of them are half of who, so are we picking ideas, so are sick. Picking so are sick, as a poor, so are sunny. The Bakako, and a food, the egg is sunny, taki, so, Gadu wet, Gadu this year, but I like giving in a baby, taki, Gadu, abi one face for all of them. Yeah. And that one taki gadu na igalis, gadu na igalata la kwa sama. Yeah. So you bapada sa yung goy luko fini, bapada sa may kosi sama de edu fano udu. Yeah. Ma, so you, yego na keli kise fa keli, apasa rebegi, weki bapada sa sanifa sama. Yeah. Apata na ipo ikoy. Apata na ipo ikoy, de no teke chango du fano udu asan na isaka. Pero may kalit, bapa sa may taki bigi, ito ati fan bigim sa nasa itampo. Hindi kan, taki di de. Pero may ka, taki ipi na ito sa ni. Lesi peki na ibay, lesi peki asay din niya yung mabobi. Asay ito ako ado. Upe ka, buong preso ra. Sana moro bigi obya di de. Pero may kalit, taki, ja, ik wil even ingaan op wat Nira zei, een stukje van dat soms de broeder is die pastor aan het bidden en dan wekt hij dingen op die hij niet kan bezweren. Yeah. Er zijn paters, de boom afgelopen zondag heb ik dus begrepen dat katholieke paters dat dus wel helemaal feilloos kunnen. Net zoals wij de bakroe kunnen verdrijven in naam van God, kunnen zij dat ook. Dat is exorcism toch? Juist, yeah. Juist. Nu wil ik even iets ingaan wat Basti Morales zegt. Hij zei, het gaat allemaal om liefde. Ja toch? Want een van de dingen die je als doeman, doevrouw ook niet, wat je met je mee moet hebben, is je mag geen vijanden hebben. Je mag geen haat in je hebben, want dan gaat je werk niet goed gaan. Alles draait om liefde. Je moet liefde hebben voor je medemens, je moet liefde hebben voor de creatie van God en daaronder valt ook de mens. En dat stukje is heel erg belangrijk en dan hou ik volgens mij weer terug naar die prijsvraag van Basti Morales. Nee, maar even mij wil vullen aan, even bakken Basti Nicole, dat papa's die visie die tak voor haar religie. Ik denk dat het belangrijk wel voor Libisma Sabas aan dat hij, want boem voor Libisma nog sabi. Dat hij, api zou tak zo net eigenlijk, dat hij vast van je om naar Libisma na te maken aan haar winti, na te maken aan haar religie. Zo schreef je dat je van Libisma zou denken dat islamreligie aan ons zo, aan ons toe. Je hebt ook naar binnen, naar zijn, naar de Libisma die is aan hem. De smadi e hora a religie zo, die is aan hem. Na den dat takrati. Want, afas van, vooral te je lees Koran, dat is aan het. De elementen dat de niet. Maar zie met zo schreef dat geen zo net. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, yeah. Yeah, maar ik val altijd weer dat ik vanuit Akuman die dat ik aan wanda wil hebben voor voeten. Maar naar wan passie nog maar wanken, naar wan gado. Uiteindelijk, alle de religie te lukken, naar wan gado we go do. Waarom dat raad ding is? Ja, wan gado we go mieten. Maar naar de libisme, afas ik van de bezig aan geloof, aan sani. Ik vind het goed voor libisme, maar dat is islam nog niet zo. Dat is heel vredelievend. Hoe noem je dat? Geloof. Yeah. Maar dat de libisma tjaren zo dat hij na oorlog aan de sand dat hij alle de soort potbom de bar Allah wakbar aan de sand dat hij niks mee te maken. Dus de keuze te maken. Dus daarom. Zijn die stromingen ook ontstaan. Juist. Dus dat wel. In de microfoon praten, dus was die weg? Even niet bij wat, niet van pot even dat hij was aan dat de duidelijk dat hij. Is dat mee nog? Dat geen zomaar zo, maar in het algemeen. I have a problem. Maar amon dia dino po idosa takumanifio. Ta wiri wiri dino po idosa takumanifio. Dino po idosa takusiki. Dus, of you na di figi wan tawang, nefeyon sama figi yo. Yeah.
Veel mensen bijgaan zelf, tegen wat je van ouder doet, bijgaan zelf voor ze. Lusala de Sandiola, ja, dat is maar de duas nanga, je de pardon. Deed je pardon, dan doe je pardon, makkat. Ja. Zo, nou, wat mooi zijn die amissie, dat dat weet. Ataka bi asane bijina isrefi my kabayus refi yeah. And obiji my kabayus refi and that best my for e werkelijk and dan nog een mooi pc want soms zou je vergeten toe dat wel op ze maar voor altijd dat dat maak altijd de leer je altijd nu was je leer op taki je chat tak running want il weer is aan missie tak tak a uroko nee je uroko je doe ik aan de fai wani man a fast fai wani libis my potence refi na uroko potence ref gu want boom voor libis man nee begrijpt dat ik doe man a bien fase a bien je en a doe man a de je je neem bakka je doe uroko en a man a doe man o sake srefi en a je je fu de u ten dienst fu opo you fu poti pem de dat if you go na ngai takru maniri no ngai takru fasi ya de sanda ti da asanda auroko no din kon ala de sale fami si taki ai sane go ye feti ye na ki ane pak ane go et ene you o ta ngai problema na yo mo fogo cha tak a du mano ma auroko bu mo ano de auroko bu ha so mana na de weta na ngai de sani di de pot di tak fas fa yu mu waka of fas fa yu mu du of stali ok in auroko den trefu de sandin in een volg op een isabi of in en uiteindelijk le fouta king abijayu akabayu you dan ai probleem eten maar yo wakai tak tak ai du mano no sabi amano sabi amano ma yepi toch daar heb ik een stelling voor voor iedereen hier inclusief mij. Oké, okay. Hoe iemand met de medemens omgaat toch komt dat om is komt dat van op terug op opvoeding of is het inborst? Zo. Gimme, mi botaki asai minja ai mama bobi mo fo adat ye don fo ado. Lespeki na ibaye ya. Well, no tekeni ala no kombinasi ala de tuna ante hande waka. Yeah. Omdati also say you my lady you need text masani in this in that if wa mango also that stop tak a boyfriend net fu for me keti you ma o pote ana fire when a sap salary yeah amoro moyo wan attaching krant as tak you na over werkel dus you have your eigen stand in boss dus ik kan te kalen zo danig na je bepaal if you teken there is a free will we da gua da ke ta ke da ki abono masa me ko an pikina pikito pastor. Ja, dat is niet. Ik zal je laten zien dat ik alles zo te maar dat zo dat ik samen ga. Dat ik het niet. Ik zal je laten zien dat ik alles zo te tongen. Ik zal je laten zien dat ik alles zo te tongen. Ik zal je laten zien dat of jij was een poëet, kaya waleni, dat want dat je onofiti voor moxie. Ja, ja, bis aan die vriend, die no lobby, zoals je vader is aan fida, no lobby toe. Verder met je no matanga tanga, dat je feyanti, als afas fasa mij takje is, dat ik je feyanti. Afas fasa mij luku, en toen je fessie et dat je fu, et dan wat te teet dat je fu. Je zal dit dat je wat toe fessie samadena ape. Voor precies dat je fu. Yang awas makan dene fado na wang si ay kelak dan eh abi fancy sa ino lobby you abi fancy for you si sa you no lobby fast man dapat yang you awas ma if true work kelak one make one dah abis suka joso we dapat rasa we te konda abis go abis offer abis that oh abis kom if work kelak on dance alasan ya abis seten so dan abis we ik me resambo on tak moro ay konda so se fai Luku fa bisi takito ni ana nifa. Asandi de kar fini
nou voor verstaan niet. Omdat die tegen jou was mijn mati of een moxie, om dat je moro betreft, dan asana om respect voor ze heeft. Familie de ja, mi abwang bepaalde fiste mentaliteit. Ja toch, minolok sukusan. If it tegen me, Mitchell, go onder a tavra, de JC of the poot, Yoshi, bijvoorbeeld een charter. De if me go me look see a poot, minoshi a charter, me fuga ba. Omdat it tegen me, dat we me go suken. If me bem look me, look me, stak me back, to palen oké, ade in a kasi, de jeta, ja, maar ik ben look even. Mina sad, minolo bench, ik hoop hun ervan. Ja, maar, dat no one tak dat bijvoorbeeld dat atrasma, nangasa me de boom. Dan moet je in vijandschap voor Asana. Nee, om respecteer je schrijven. Lekva, elke kapitein dat je was ook aan de zover, dat je nou, zei ik net zo. Amai zo loopt zo, amai zo loopt zo. Dat we ook leren van hoe je om naar je schrijven voor toch hoe de wang. Want in de zaak nooit dat je, je nou loopt zo, je nou loopt zo. Dat je maar vinden, maar eigenlijk, na je toe eigenlijk, en met een trang voor Asana voor je kan, zeg maar, varen. Na zo ook toe in wat relatie, in om ons wan sukutum si fini of lukutum si fini sani in libo pori ya, no luku in wan futu da mango fa umay poro pay pot go, pay ne pot go, no data na libi tu ano meti ite kweki potin oso a meti se finis do luku so na so alibi de ook toe te igwa du kampu lek fay taki no libi na nga mi lek fay yere ya, mi leru wansani taki yere nanga sami na tu verschillende sani en yere por kondre yere dat je verferi to efi yere mama hata ke fometa ki sino bibi precies temi si fosse me bibi ok dan malas mo dan sana ti aso suma al yere yere sa yere yo shueta na shashi ai meke leg na shi ashima anopu ma asmano sabi dati dio dor na sma dati fesi fu aroko ki you of wis asmane du windi roko ma ini wasma bi wa yeye da dio dor na asma fesi you cry you windi de na sheng ba ma you no sabi om dat ti atrawa kiste lega o franto da ki luku pe chindoro ti de ino shide san sabi ta ki ino shi fabe bi disi da ki so da beina yeye fasi ide na sheng ba da ai kolek ino man de tum si ino abus fer ye ye san na ngai srefi warfan you no bede kerlek na ngai srefi om dat ti ye taksani eigenlijk zou je nog afvraagd worden voor. Miller was aan het dat hij tegen presse in een goed ter om een koude appen. Je moet gewoon merken. Ja. Ja toch. Dat hij merken te veel dat hij nog zou zijn. Mijn toe gaan lopen op gaan doen dat ik tegen die goeie. Die jodi respect die facet dat hij hij. Omdat hij adoren om tab geven nog kan komen merken moro. Dan respect die lekfout dat hij. Asan die kisa also tegua presi da ipasentu das maushita ki nono ikisi da toso da dogi chiso ete fu atrowa heruwa das maushita ki no apapaja atrowa sandi aso atesi da wanta koneta ki tegua sama presi wan sandi nyama nolo bi nyama da chaswane butu ok dan ya isa gua presi isa idansan gawa apu futu iya madesta aposis da sama dia so aposis posisi dem be one day the one in a keep because fede me ka so you de wan sama me ruku fina sana yeah sai na ide cha da teme de na peta tanda me pak se go do atu okay mar na nefa da cha tu sandi taki boris of the ware mar tok so nyaman lo bi nyaman ba tigo apres ja ki de son tanks me mek so me muiti ta tok na so evit ni im chele ko ambo proven tok da te me ki moro tranga fi sago am da ti samu de fu yu na fu yu amu de ngan di sa yu wani a fi cha ta wang na fu na ya fi ti da isa ki chen namu okay ma fo sa de so vi so ma isa de ta fi e gele ti ta fu. Maar voordat we doorgaan op ditzelfde onderwerp, wat Michel zei al, dit heeft een, het kan oneindig zijn. Maar zo meteen komt de timecheck. Dan gaan we even een stelling zetten. Ik vind het een mooie van de heer John King online. Goedemiddag familie Akatakon, respect. Ik volg de discussie helemaal goed verwoord, maar er staat toch in de Bijbel oog om oog en tand om tand. Hoe vertalen jullie dat ervan uitgaande dat alles met liefde omkleed moet worden? In winter je mag doen als simpel antwoord, hè? Ja, omdat hij vooral even van de onderwijs weer.
dat oog om oog naar haar tand om tand neer te heren. Zij daar was hij met z'n allen. Omdat hij, ja, hij legt wat eet af en if hij doet, ja toch, want maar doe je, hij dan moest goed doen bakken, die ben ik erdoor. Yes, so. Dat je moet trangen. Maar dan ga je ook weer naar je inboord. Mike. Precies. Dan ga je ook weer naar je inboord. Precies. Ja? A oog om oog, tand om tand, staan nou weer op ons zijde. Jouw wat doe man. Ja. A jepi, a jepi, a jepi. Dan loop ons op staan. Maar mijn wissi, zij moet mijn wissi hebben. Maar je drinkt iedereen, maar je drinkt iedereen, je wacht iets. Nee, je wacht iets. Maar in een winterreligie, aan dit nee, hoor. Als je een takje wel, takje thematisch kopie. Yo, go scoping back and also take you to shadow. Man, fire scoping. Yo, set you for being the king. So, put that tie scoping back and you see that a man didn't me best scope one self Ulu man, me never feel so. Man, no, a man put one style on me, me feel that me scope misery. That's my, you know, you go. Doe als hem zijn samen doen, nee, zo nee. Erg mooi man. Ja. Met oog om oog en tand om tand. Nee, hoe kan je dat weer? Dat is wel dat punt dat religies kunnen verschillen in uitgangspunten. Zwaar verschil. Ja. En daarom hoort dat stukje van de winterreligie er wel bij, denk ik. Ja. Dat maakt een wezenlijk verschil. Maar vandaar dat je zo die displissingen hebt, dat, ja. Waar het zo was dat oog om oog, tand om tand, werd het niet. En mijn mama zou want dat wel, dan moet ik mijn togo zetten, mijn organisatie, met dat wel in Europa. Zo is hij wel eens plus in de ego. Maar de feit dat je zei het doet, een probleem is, kijk je net je via water. Ja. Maar zo, allemaal mooi voorbeeld. Ja, een tijncheck. Een houd voorbeeld even. Oh, we gaan een tijncheck, we gaan er kort tussenuit. Luister graag naar RTRF. Oké. Okay. Yes. Dan gaan we. Gaan we naar een stukje van. Oh, pardon, de microfoon stond niet aan. Dan gaan we nu naar een stukje luisteren. Dat is van de Calabas. Ja, want elke vrijdag, want heel veel mensen weten dat niet. Het is op Facebook. Elke vrijdag is er een programma van. Een educatief programma vanuit het Kunyi Akata Instituut. En er zijn nu al 3 afleveringen geweest. Het duurt tussen de 10 en 15 minuten, maar het is boordevol informatie. Luistert u maar. Het komt vanuit de, zoals we noemen, de Dabra Kwasa van het Kunyi Akata Instituut. En de lering rechtstreeks vanuit Malena en Dafrans en alle andere wijzen ouderen die er omheen waren. En luistert u maar. Dit is aflevering 3. We gaan het niet elke week doen natuurlijk, maar zodat u weet dat u dit ook op ons YouTube kanaal kunt volgen en om er meer bekendheid aan te geven. Precies. Deze week gaat het over de krabassie. Het Kunyi Akata Instituut. Zijde is de komende en zijde komt om Samara. Sam, Azee. Sam, Sadona, Niba, Niba, Mama, No, Abila, Niba. Kibri, Reina, Sibiu, Mokone, Sibiu, Sibiu, Fukondo, Femis, Baki. Elke Reina, Aas, Sibiu, Mokone, Epi, Patients, Kanaal, Kunyi Akata Instituut. Kijk, Morales. Sangwa. Nog iemand blijft maar bellen. Het is geen Bassie. Waarom zei je vorig jaar dat het geen Bassie is? Nee. Dan had hij even ons gebeld. Dan moet ik dat nummer toch even kennen. Bakra boy.
Taki, oude zinnen die erop komen. Maar wie is mijn dingen? Vertrouwen, dit. Ja, de enzijde voor wie is mijn schilder, de oude wat in mijn jaren gewoon groen weer voor je. Ja, dat je weet dat je voor je. Ja, ik weet dat je voor je. Zo, dan is het aan dat je nu bakken. Ik heb een paar dingen. Maar ook toen een belangrijke expert van Krabassi samen de fossie met adviezen neer voor Kio dat Krabassi na pa Krabassi 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 wat taki na fossie na indiste beka krab meki a odo a recent ontstaat taki kom ki kom jou nenya Krabassi moro de slavernijschap af dat unie u verheven kon dat gelijkelijk den drasma. Uno beshi de resuma per de castante aslafna one piece. Uno beshi dan barmi simbolis de nobekari kramor in one de nekar kramor in krabasi. Ya de trasot sani antite de sakari krabasi na i kramus kar in one moi komchi o moi koblum de moi komchi na. Ya da amis verhiven in pakra. Mende da komchi ko yau nenya krabasi moro. Yau na yu, yau na mi, yau na zanyasa. Nenya krabasi moro. Ja, maar ik heb het niet zo goed als ik het niet maar kankra, als je geen kankra dan kan je geen kankra krijgen. Dat is waarom ik zo mooi kom, dat je geen kankra krijgt. Dan moet je naar basis voor kra. Hij taaien, hij lucen. Ja? Dus dan moet je dat niet. Maar attack je ervoor, als je een kankra krijgt, dan kan je een kom je aan mijn schaap kom je te kabra, kom je koja onen ja krabassen maar akrabassen want dat is het dan niet doen dat komt niet dat is niet dat die abusumaina ga je wemba zo zijn abusumaini dat die naar gambi abidjo wat raka Mabu, ala wat la samus kwena ina wakaka. Na ia akci krebasi aku kok. Ma krebasi na kwa naka krebasi lena peseng. Ifa krebasi na layeng ane puru. Dan te iwa mustriya ngai basi opa ngai bijisma. Dau te ita ki, cipi cingkau ka lomore mawi manu, mamu pomore manawi. Na taki dake. Ya? Des ala pasi busuma te isha uwe frio bia te wapisa ngamidi manase ita busuma ina ngayewe bata di kumuna. Isa bloku sinyi isa abdati ma sabis dusa ni moro mi inomanga yapoya ngami inomanga mi na mina gira wafi ya apu mimeri dan na busuma ina nga yewe mba disna yewe mba ukara kumanda drama kare akara wa na kumanda papa winti kare drapasi papa winti kare ya tuwa yele so dan dati na wafi taki mechu makrebas apuat terasa netei gitu. Attack is she? Had sort of medias matakuani in mediasi. If you cobore an attacker embossed, if you cobore full length of your world for Suki Kansunak Puru, for Dusani, make his defile of Nanes and that the acrobacy, the attacking beauty of the acrobacy that means Sani. My Punawa sorrow, that one taki was man and a maniri manasiki committee, no committee. There is a massive gain in acrobacy at the address and begin to need that address. Ma meno mangi dressi di nuovo ma si più di ampuri da grati no è santo che lo basi di questo ya è anna da bra da che basi e di qua middle per in alla sua vedo bene quanti non ha che basi che sono i marchi cioè mensa di sta guame di la obbia mensa qua obbia e con e di nuovo che basi ya biro ko diyo duanga la krebasi ma ya biro ko diyo duanga krebasi di boli di mekile ki sita mete krebasi ma ya bi bebi sani di yose di di denta ki krafti 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 krafti
rituele afstanden die je acrobatie dan la 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 moet je daar op je dat komt voor. Dan je gebruikt een wat meestal je gebruikt een naar het oude trapezer van het idee maken. Ja, wie pe ak na beret ja van nu. Acrobatie is een boom voor zijn in zijn idee, we kan doen acrobatie. Ik heb een tropia in zee of contrapassie. Ik heb een tropia door zee of contrapassie. Maar ook met die adressen naar acrobatie. Ik heb die abidja. Die adressen niet zo. Ik heb een kalender, dan heb ik acrobatie naar je amor. Ik heb een amor van acrobatie, maar nu heb ik een natuurlijke. Ja, als je een acrobatie gaat. Dan heb ik een adressen. Dan heb ik een adressen dat ik. Nou, anders aan het krabassi maar ik kan het. Ik heb nog geen materie aan het krabassi door. Maar Johnny, zei van die academie, ik kan het wel change zien dat ik support heb. Yes, maar. Ik heb wel wat olie. Na Shibashi en die audio. Ik heb het niet weten dat ik de soep van Fransan en Malina. Ik heb wel een grani in de artistieke prinsparitak. Ik heb het ook aan de wansale. En je dan meekies maar even smaak van potje basa ja nu dat kijk kariwan. Zodra ze potje krebasa ja nu akawakagosa asani. Maar stand up en dat die nog staat en die is de oproep van potje basuera. Die is nog samen als hij pakt die daar een probleem. In een potje basa om asma aanu. Zelf heb je je potje een boom de sabitaki. Sam itakanga asma krafosi posabone aanu nog zeker. Zo de akrebasi. Is een mooie andere idee, in de kinderen die deze sociale city komt dat eens op. Maar de voornaamste is die wel mokari, die daar komt, is dat de krebassie voor de mokoto of idee. Ik ben naar Dito, is dat zo, Dito, de tolo, dan ik koer voor je dit man in. Ja. Maar wat is dan die groep? Naast het op pas jongen. En die potin je ook zo naar la, naar je ook, kijk wat ik hem hier zo. En het is onder kamp toe. Na si kampang na si Rosa tapi lala kerbaset ada sa kerbas ini yang lala wagrua aneta undro kampu aneta in koso ino mudwen so mensma no sabia sande dia teke marki tu furo kana kerbasi ye uroko uroko kele ala sani taki anga kerbasi dari ye teke marki ane kote amin dito taki awam pia sanda di na so mensa da sawe taki kande isa sabi ma kande no sabi tu dam John kan dia office di ruang potete. Masa berang tu Nicole kong. Kan dia ofra? Maar als je dus onder een kampo ergens komt en je ziet de lala krabassie daar onder een kampo. Ja, tegas maar. Maar met de kant doe maar presim kom nooit dat nooit. Omdat die, ook omdat die kom kom met mijn confronter om mijn koude af. En dan is mijn lobby leer en zijn of zo. Maar al pas maar dan als maar dat ook weer lekker die kom broken zijn gaat op. Terwijl na boemboe zijn, maar mis dat ik hem nog te lang hadden. Maar daarom ik mijn eeuwen kassa maar ben zo vaak. Ik ga waar u aan moet nemen zo, om naar beden. En dat ik mijn kinderen wel eens allemaal. En is er ook iets speciaals aan de krabassie, die boom zelf? Ik weet niet dat hij is kabab. Want hij dres is hard zo, want ik kom aan hier aan hij dres. Maar want dat is niet, wie ons appen was aan de speciaal. Mooi krabassi met kort wat mooi wipi dan losen. In Afrika ook met wipi dat pina zijn peftan. Dat is de nabo. Maar krabassi was aan kaitanen. Maar sang dat uno kompotin en gisane. Maar kan ik waaien waar krabassi van dat alle dat we was aan de sanasane. Wauw ginen. Maar krabassi kan doen heel veel. Enkel krabassi het aan Europa. Die ook begin dat die krabassi die het leuk wat daar doet. Krabassi na kuru wat radoti, na sakine takito. Dan, adati ma sulana yora krabassi, putro e watra, sulana ye beji kado, yuno mutro e watra, na krabassi. Usaide? Aso ade, kado abakore. Kado no da padoti. Ye beji adoti, ma ine putro e, wado no da doti pitro, kado da lukru. Na sulana ye beji kado, awatre kisigi. Terus yang dia doti apa morbid, apa orang tak kalau abi nak aku Allah sani di deh, darom ini dua, darom dia sana sana semua sabi tu, dan dia abis orang kau di tik, pak ini akhir masih tapa aku lupa sana, dan kamu kau tapa, di nomor aku yang tik pergi aku wonso, jangan elok, dan tapa wang kau pergi, wang bongo go off sam,
Ja, ik moet die ook goed te bedrijven was tapu. Die denk ik dan voor dat die subsaye taki. Ik heb een tapu de. Laat maar nog een taki. Ik heb dat die gofertjesie broka atorin taki. Die broka taki die men dat. Laat maar nog een gofertje zomaar in de oude na in. Dan. Donc on m'a dit que c'est un peu comme ça. Je suis 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 un Ya, sabi ko yung dete. Tayo yung isin na kampanya, awan na ito kung sa itapunaw ko, pero okay na ita. Ma, apanya pen, nabita ki na diridwete. Ya, bitra saan di, asal krabas ina ti dendo, o grang yo. Ewi, siwa krabas sa aming distrat, ya domra nga weti. May kuwa biti o kaya sa iwe. Ano rin pa niyeng. Ano, na yung tori. O biya no kiyo? Inminute no. Speak na yun. Bang, nabas ko ba nga pisipo Anong tayong yung so ena ni taong yung kapo. Dam din kita nga pisi-pisi daw kung pati ang kumoy mo ito. Iba ko sa neti, bewe ka ba sa atin na yung konde? Ate sa kong lupalaw. Ate sa kong lupalaw sa buwang tabas. Ya. Ya, biya ka ba sito ang tobo. Dile wasisma. Dali tala ang tobo. Ma, to dat bala nga rin. Ang dewa, dat wang nakawasi mo pin da option. Dat na apisi gaya gue wadi pika bawa ya puno poti kado ma dan apa nurupo Allah usum aku angkara pasi bika asini de taki asani di me shide madi madi de na ini asani sini de shide na dede de na ini na joni cobo lele gue na ne si pasago tikim kabasi jimi bika asani di me shide dede de na ina konde na wadresi wakaya premuden taki wawroko ya kifaishi Aroke ekoti jaso, ekwanda kia wanda sani, puka mboso sani, puka wai sani puru. Tanga pisi disi ambienki, ubenfure mpoti doki. Tata watratori baka, denga ambi ya Afrikan kebasi sawe kujange, vena ina pisi watraka ide kabasi. Tata godo papakodo dekale, papakodo. Makabasi na disi, ayewe mba kumantita ki, noso akarawa, papawintita ki, a crea nuba ma so mema aden kale e kale tra pasi ma famitra aden ami kale ne pasi da ti so oji tanya bo ko tanya ye no ko dudo an da mai sa da ma da ma fra ma dudo an ko ti e je ti ati ina pi che le wa ko sa ni ko pasi di ben sa bi da kale di ben pri di ti an kale di ben sa bi ka ba oji ga sa so u da wa che pa de ba ja na kra ba story Kami gua teme gua kata ni jangan kerbasi, jangan tukar basi ni step gua tak pun elok, jangan tukar basi. Wahu, entah tu wahu ini atau wahu tu orang se, mandang tukar basi. Wang kau tu koi wang memuji wang, walikah di sisi, kami jangan ni step ni gua bukan tak pun, jadi nama. Air puro gray, air pura lasan ni, ala susah ni tu. E pur moko, a moko di ben poti nya suta na pe para dai pur baka. A ke basi e bro ben pur. Ya. Des ke basi a bi pur sani dai di. Ala pasi a ho abita dan na ugra wa ndo. Bari malina, black sal di de ne. Ano de ja moro ma de te se ne ma se na ma pa fra sani. A de ri pur ku e cha wa ka doro. Ku ju gran pa ni. Ja, en we zijn weer live bij je terug. Dit was een stukje van afgelopen vrijdag. Elke vrijdag om 7 uur kunt u op Facebook, Kunje Akatakondre, kunt u een Ondrofinitaki... ook op ons YouTube kanaal, Instagram. YouTube, ja, en Instagram. En kunt u een nieuwe uitzending beluisteren. Het is altijd een 10 minuten kwartier ongeveer, dat ligt een beetje hard. En ik hoop dat u heeft genoten. En dan wil ik toch weten van de bassist in de studio wat zij van dit onderwerp vonden. Heeft een van jullie hier nog iets aan toe te voegen? Nou, de persoon die aan het woord was, als het dat was hier aan een omtrent, de kalabas. Ik denk niet dat er
misschien zijn er nog andere mensen hier verder buiten die een extra leer nog bij hebben van wat je nog kan doen met de carnavals, maar wat u daarvoor zegt. Nee, niet qua lering, maar misschien een voorbeeld. Nou, ik heb bijna alles gezegd. Yeah. Mm-hmm. Ja, en naar je pona takje. Ja, 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 oké. Okay. Goed zo. Heer Sven. Nou, nee, die is ook. Ja. Ja. Dan wil ik nog even naar de vraag van Bassi. Morgen, Sana, Moro Bidi Obina. Wilt u werkelijk als een prijsvraag stellen? Of kunt u nee, 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 want ik heb geen prijs om te geven. Nee, maar wilt u wel gewoon even in het licht van ja. Die takkie van de Edeka? Ja. Okay. Goed. Goed, nog even een klein stukje over ondervinding Taki. Zoals Hans Pater zei, het is elke vrijdag om 7 uur is het, en u heeft het ook gehoord, op YouTube, Instagram, Facebook. Er zijn al 2 andere afleveringen, daarvoor ging het over Freud. Alles over fluiten, alles wat u wist en alles wat u niet wist. En ook de eerste aflevering was de betekenis voor IT. Dus het is echt raadzaam en leerrijk om terug te gaan kijken. Onze Facebookpagina, Instagram en YouTube, dat is Kunye Akata Instituut. Is goed. Ja. Dan heb ik nog een vraag over het woordje respect. Want het thema gaat erover van hoe je met elkaar omgaat. En dan horen we iedereen maar over respect praten. Nou, heeft iedereen daar een ander begrip bij? De ene ziet het als eerbied, of ontzag, of ik weet niet, heel veel liefde misschien. Maar ik zie het heel letterlijk als respect komt iets, is een woord uit het Latijn, iets opnieuw bekijken. Dus voor mij betekent het, als je respect geeft aan iemand, dan bekijk je iemand opnieuw. Hè? In eerste instantie vind je van, het is niet zo lekker, niet zo leuk. En dan ga je erover nadenken en dan bekijk je die persoon of jezelf op een nieuwe manier, een soort herziening. Dus het gaat vaak om een fout waaruit je leert. Hoe zien jullie dat? Wat betekent respect in de omgang naar de ander toe? Is het echt gewoon dat je altijd ouderwets ontzag moet hebben, ook kijken naar de hiërarchie? Of betekent respect meer dan dat? Voordat we doorgaan, even nog een opmerking van het Facebook. Okay. Iemand zegt Amoro Bigi Obia na respecti. Hey, nou daar gaan we daar toevallig nou iets meer op in. Maar hoe zien jullie dat? Want ja, het is maar één manier om ernaar te kijken, is die hele letterlijke van mij. En ik ben benieuwd. Gimme. Respectie moet staan in prijzen. Dus dat maakt niet uit of het vanuit kinderen komt of naar de grote of de grote naar de kinderen toe. En iedereen moet elkaar respecteren. En meneer Paters die zegt respect, iets opnieuw bekijken. Maar respect is eigenlijk, ja, het is behandel de een zoals je zelf ook behandeld wil worden. Zo simpel is dat. En dat is respect. Volgens mij. Ja. Oké. Dan gaan we nog heel even kijken of deze Belg toevallig een bekende Belg is. Want de persoon belt al vanaf het begin, hè? Vriendelijk bedankt. Goedemiddag, u bent in de uitzending met jou. Kan je het in de boxen zetten? Op de boxen? Ja. Kan het op de box? Ik ben een hele bekende mevrouw Aans, maar we gaan vandaag niet in op telefoontjes. Dus kan het? Oké, dan. Ja, kan dat. Hele keren gezegd, en ik heb het onthouden. Of je thuis, oh nee, of je naar jullie toe komen, een kampo, en je ziet heel wat mensen daar werken, wat je moet doen, is groeten. En dan ga je niet naar een van die heren, je vraagt waar is Bassi? Dan ga je naar Bassi toe en dan groet je Bassi. Dan zal Bassi je zeggen wat je doen moet.
dat is er ook respect. Dank u wel. Mm-hmm. Dank u wel. Dat is een mooie toevoeging. Dan houden we het hierbij verder, want de telefoontjes gaan we vandaag verder niet behandelen. ik wachtte eigenlijk op een bekende beller. Iemand anders dan u. Maar toch heel erg bedankt voor deze toevoeging. Heel mooi. Dank u wel. Yes. Inderdaad heeft heeft mevrouw Antje iets wezenlijks gezegd. Ja. Ik maak ook heel vaak mee dat mensen de Akata Contras komen rijden. Ja, ik groet altijd iedereen zijn groet beleefd. En ja, ik zie er niet typisch uit als iemand die op een Winticampo rondloopt, heb ik begrepen. Dus heel vaak kijkt men me op een bepaalde manier aan. Of groet met moeite of zo. En ze weten dan ook niet wie ik ben. Hmm. Of wat, het doet er eigenlijk ook niet toe. Want iemand groet en groet netjes terug. Yes. Maar dat komt er niet van. Dus pas later onder Ocampo. Jij nu. Dat je ja. Een Abassi die ook is vroeger. Die dan heel, someone die... Oké. Okay. Basi Nicole, kom hier. Kun je deze look doen? En dan heb je het weer. Dan kijken de mensen. Maar goed. Eigenlijk zoals iemand hier op Facebook zegt. Nu ga ik wel... Met de hoed in de hand komt men door het ganse land en shoot. Nu gaan we wel aannemen. Dit telefoonnummer ken ik heel goed. Kan het op de boxen? Goedemiddag. Hallo? Ja? Bonsoir. Monsieur, comment allez-vous? Ça va bien? Bien. Très bien. Très bien, ça va bien. Comment ça va? Het Nederlands, het Kromantie en het Surinaam is me vergaan en me deed helemaal ingezoomd naar Frans. Maar ja, het moet wel. Dan gaat die man in een baguette mee. Ik ben nog steeds onderweg, maar ik kan jullie wel opkijken en horen. En ik hoor alleen maar Basie Ramon daar. Ik ben heel trots op jullie, want dat kan het gewoon project zijn of zo. Ik heb ook een voice-stukje voor de kapitein om voor jullie af te draaien naar het programma. Maar ik ben toch trots op jullie. Ik ben trots op dat ik wat voor je charing kom. Ik denk dat na een aantal missies dat we alleen maar jaren hebben en dat is wat je alvo. En dat na mij, hoe kort dat moet voor, alleen nog alleen je voor tegen me voor indien. En binnen je moet je gewoon afmelden. Maar aan de trobi, dat is dat ik de kaba, ik kan pas dat. Maar ook dat je er pas. Maar ik denk dat je wel zo'n wel zonde. In elk geval, de wedstrijden die daar zijn gedeeld, ik zou het niet beter hebben kunnen gedaan. En mijn hoop de luisteraar is te vreden aan dat die. En Travisi, vanaf de bom Tamara, dan met de baka. En vanaf Travisi, dan met de baka. Maar Akari, wat heb je morgen kwijt nog weer naar Dorothee? Want na, zoals het instituut bevolen had, mijn veiligheid, mijn privé, mijn dit, mijn dat die. Maar ook van huis uit de veiligheid en privé, met mijn motorweer in de bekend Pavici. En mijn condolences aan Abaka, heel mooi. De overzichtige gebieden van de brand zijn ook prachtig. En ook voor Arubanga Antelouang, Curaçao en Bonaire. Maar ook de anderen. Mimiti Sani Matani Mitimi, kom dat zo. Wat kan man shaman de maar zie je ook maar jokka shaman de. Dat want dat je bent wat je komt staan niet, maar staan niet dat je staan niet contrapet toe. Maar altijd je moet met respect naar een plaats toe en dat je gewoon respect dat die. Denk voor hoe bezig dat bij jimmy, alles maar bezig jimmy. En dan gaat dat ook niet, die draai komt bakken. Bekana, morgen boom bakken. En me llama parte de igual bueno recién oso mi arifes en esta cara práctico combaca abra riba combaca abra timba tipi timba da mi oluku para puteno verder elke woord dat ik aan het programma zou toevoegen zou te veel zijn op de min ik ben gewoon trots en meisje dat ik misschien op een demoro dan toch samen pot kom een bolleven. Het zou toch werken. En zo is je net maar de aanhouder die wint, hoe die te horen leren. Het mieke aardje aan apprecieren, duizend de trak mij aardje aan moro bij je apprecieren toe. Nu moro om de woonpot erbij, met een boek grantangie. En al de reuzeraars en fans met een boek in grantangie toe.
De ben je wel tapa, je shimmy online, online, dit en dat soms, maar min nog ben de. Maar soms zei je wat toe. En nog alles aan importador. Oké, mi wan bar video di. O di tani na bobo, o di tani na yeba. Madas. Dan. Dank u wel voor het bellen. En dat vind ik dan ook een mooie afsluiting van dit respectvolle programma. Zeer zeker. Yes. We zien elkaar volgende week weer. We luisteren naar elkaar. En morgen in de bom. Live op Facebook. Yes. Da mun ti tayer wadu. Dank u wel voor het kijken.